En dat die mocht een keer meedoen aan een oefenwedstrijdje daar. En toen had je dat enorme lengteverschil van kinderen. Die kinderen waren net zo oud. Ja, er liep gewoon een kaboutertje in dat veld tussen al die jongens. En toen zei Ad in de auto naar huis, dat gaan we niet doen. Want hij moet gewoon, ja, Ad vond gewoon, hij moet gewoon genieten en het moet leuk zijn. En hij zei, ik denk dat dit hem in de weg gaat zitten. Hallo en welkom bij De Voetbalmoeder, de podcast. Wat leuk dat jullie allemaal weer kijken en luisteren. Vandaag heb ik ook weer een hele speciale gast. En mijn gast vandaag is Joyce Huiberts. Joyce is de moeder van Dean. En Dean heeft samen met mijn zoon Ennio een aantal jaren in de jeugd van FC Twente gespeeld. Dus daar kennen wij elkaar van, hè Joyce? Ja, klopt. Ja, superleuk dat je er bent. Bedankt dat je dit gesprek met mij op wilt nemen. Ja, jij bedankt dat ik mag aanschuiven. Ja, leuk. En ik ben heel erg benieuwd naar, als ik zeg de voetbalmoeder, wat versta jij daaronder? Nou, in principe ben je gewoon moeder. En of je kind dan voetbalt of studeert, het gaat erom dat je, wat ze ook doen, dat je dat begeleidt. En in dit geval is dan voetbalmoeder dat je een kind begeleidt die voetbalt op een hoog niveau. Maar in principe is het niet heel veel anders dan dat je je andere kinderen support. Nee. Hey, en ben jij een voetbalmoeder, zoals je dat dan nu omschrijft? Ja, ik ben wel heel erg van het begeleiden en dat je met ze praat en dat je het er met ze over hebt en hoe ze zich voelen en hoe het gaat en ze ondersteunen, verzorgen. Dat heb ik bij alle drie. En zeker ook in Dien's geval vergde dat wat extra aandacht natuurlijk, omdat je dat goed wil doen. Ja, en jij zegt dat heb ik bij alle drie, want hoe is je gezinssamenstelling? Ik heb drie kinderen, een dochter, Maxime, dat is de oudste, die is nu 26. Dan komt Dean, die is 22, en Coco, die is 18. Okay. En ze hebben uiteraard ook een papa, die is helaas overleden in 2010. Dus heb ik het grootste gedeelte, want de kinderen waren 12, 9 en 5 toen Ad overleed. Heel verdrietig genoeg alleen moeten doen. Ja, en dat lijkt me heel pittig voor jou te zijn geweest. Ja, ja. Uiteindelijk ging het ging ook gewoon. Je moet. Hè, dat is dan het. Dat klinkt misschien heel raar, maar het voordeel als de kinderen klein zijn, je hebt geen tijd, geen. Het kan niet dat je in bed blijft liggen of altijd maar verdrietig bent. Je moet weer door, zeker voor hun. Ja. Dus dat maakt het, was in, vind ik, ik zeg altijd als je op oudere leeftijd je man verliest, hè, dan is het natuurlijk het voordeel dat de kinderen hun eigen weg hebben en zo. Maar het lijkt mij ook heel moeilijk, omdat je dan alleen bent en je dus verdrietig en eenzaam kan voelen. En daar was bij mij geen ruimte voor, denk ik. Wel verdriet natuurlijk, maar je moet elke dag opstaan en voor die kinderen door. Tenminste, dat had ik heel sterk. Ik dacht, het is al erg genoeg. En ik wil wel dat de schade voor hun zo klein mogelijk is, voor zover dat kan. Ja, dat begrijp ik, ja. En dat maakte dat het gewoon lukt, ja. Ja, dat is wat jij zegt, je hebt geen keus. Dus je hebt echt geen keus. Het is gewoon verschrikkelijk wat er gebeurt. En ik had wel heel snel in de gaten, dat kan nog erger uitpakken als ik het nu verkeerd aanpak. Oké, heel goed en knap gezien van jou. Maar dat is ook, dat zeggen heel veel mensen, dat is heel knap. Maar dat is, ik denk, wel een keuze. Ja, ja, je hebt gewoon de keuze. Je kan links of rechtsaf en je moet toch echt de goede kant kiezen. Ja. En dat lukte. Dat lukte ook omdat ik heel veel lieve mensen om me heen had. Dat lukte ook omdat ik toch hele fijne. Het zijn mijn eigen kinderen, maar ze hebben het mij niet moeilijk gemaakt. En dat scheelde ook wel. Hè, dat had ook gekund. Ja, ja. Maar ze waren heel, ook heel sterk en dapper. Dus dat maakte wel dat het ook is het gelukt. Ja, misschien. Ik zeg altijd, ik denk dat ik pas weet of het, hoe het met hun is als ze zelf vader en moeder zouden worden. Ik kan me heel goed voorstellen dat. Dat we dan pas een beetje weten. Ja, als ze zelf kinderen hebben, dan dat het dan in één keer binnenvalt van. Ja, oh. Ik begrijp dat je dat zegt. Ja. Dus, maar vooralsnog zijn ze alle drie geestelijk sterk.
En gaat het ze alle drie heel goed af. Dus zeg ik, ja, tot nu toe gaat het allemaal goed. Ja, fijn. Ja. Heel fijn. Hey, en Dien is natuurlijk voetballer, gescout door FC Twente ooit. Hoe oud was hij toen? Dien is als eerste gescout door Heerenveen. Okay. Toen was hij, denk ik, 7. Ja, want Dien heeft van zijn 7e tot zijn 9e bij Heerenveen gevoetbald. En dan had je nog, want dan zijn ze nog heel erg jong. En eigenlijk, ik weet niet hoe dat toen zat, maar je mocht toen nog niet elke dag naar Heerenveen. Daar was je gewoon te jong voor. En dan hadden ze op woensdagmiddag een voetbalschool bij Heerenveen. Dus Dien heeft van zijn 7e tot zijn 9e bij de amateurclub Dos Kampen gevoetbald. En dan elke woensdag ging hij samen met een ander jongetje van Kampen naar Heerenveen. En hebben ze daar 2 jaar lang getraind. En dan speelden ze ook wel eens een wedstrijd. Maar de competitie was in Kampen bij de amateurs. En dan speelden ze oefenwedstrijden tegen clubs. Dat heeft hij 2 jaar lang gedaan. Van zijn 7e okay. tot zijn 9e. Ja, dus eigenlijk zag je al heel jong dat hij talent had. Ja. Eigenlijk al, hij was echt heel klein. Dat hij zei altijd, weet je, het begint al heel vroeg dat Dien in de box lag. Het is echt waar. En dan alle speeltjes gooide hij uit de box. Ja, dat is vast voor heel, tenminste wat ik heel altijd herkenbaar zo, ja, is ik dat. Van heel veel moeite. Ja. Alleen de balletjes ja. liet hij liggen. En welk balletje het was, een tennisbal. Dat kwam ook een beetje door zijn vader, hè? Want die was tennisleraar altijd. Dus er was ook altijd heel erg gefocust op balletjes. Ja. Dus dat ging ja. al snel. Dan had ik zo'n baby gym en dan hè, zo'n rekstok met speeltjes eraan. En er hing altijd een balletjes aan. En moest hij tegen, hè, dan ging hij dan tegenaan staan. Als die balletjes er niet aan hangen, keek hij niet naar het ding om. Ja, bijzonder dat is, toch, hè? Dat zit echt in je DNA, ja, denk ja, ik. Ja, nou, dat is mijn ervaring ja. ook, hoor. Ja, autootjes nooit meegespeeld, blokjes niet. Ja. Het was alleen maar een bal. Was ook zijn allereerste woordje. Geen papa of mama, maar altijd bal. Bal. Dat zit erin, daar kun je niks aan doen. Nee. Dat gaat vanzelf. Nee, maar goed. Dan weet je nog niet of je kind goed genoeg is om betaalde voetbal nee, in te nee, gaan. Nee. En bedoel, ik kan wel gek zijn op een bal. Maar ja. wanneer hadden jullie als ouders een beetje in de gaten zo van, nou, misschien is die toch wel echt ja, beter dan andere jongetjes van zijn leeftijd. Ja, beter dan, ik weet het niet. Het was wel zo dat hij wilde al heel snel op voetbal. En toen kwam ik op de voetbalclub. Zei ze, nou, die is echt nog te jong. Dat kan nog niet, moet je nog een jaar wachten. Uiteindelijk is hij daarheen gegaan. En Dien is heel klein. Hij is nog steeds qua fysiek niet de grootste en de sterkste. En dat was als kind al helemaal niet. Dus toen zei hij, ja, hij is ook nog zo klein, dat komt niet goed. En toen mocht hij toch een keer meetrainen. En toen kon je al wel zien dat hij met de oudere kinderen, dat ging zo. Het was altijd heel, ik heb daar ook wel foto's van. Het verschil was zo groot. Ja? Ja, het was echt enorm groot. Kun je zo'n foto laten zien? Ja. Kijk, dit is al wel bij Twente, hoor. Maar oh. dit, die ken je ook wel, hè? Dat is dus de Koorman. Jarnie Koorman. Oh, oké. Okay. Nou, kijk. Joyce geeft mij nu een foto van een grote, stevige speler met Dien daarnaast. En Dien is ongeveer de helft van de speler die naast ja. hem staat. Echt bijzonder. En dat is altijd al zo geweest in de jeugd al, als klein jongetje, dat het enorm veel. Maar qua voetbal ging dat gewoon. Ja, dus dan sprong die er daar wel mee uit, zeg maar. Dus daarom kon je dan wel zien van, oh, dat kan, maar dat echt goed. Ja, dat heb ik nog altijd. Ja, wanneer ben je echt heel goed? Ja, ik ja. ben heel trots op hem dat het hem is gelukt, want hij had maar één doel altijd. Ja. En dat was profvoetballer worden. En je weet, als je, dat weet jij ook, zijn er maar weinig die het lukken. Ja, ja. Hey, dus, maar waar kwam dat vandaan, dat hij zo graag profvoetballer wilde worden? Ik denk, als je nu aan Dien vraagt, dat hij ook echt niet weet wat hij anders moet doen. Nee. Er is gewoon maar één ding. Altijd een, ja. Ja. Is altijd ja. En jouw man was natuurlijk ook heel sportief. Ja, nou, mijn zwager is Max Huibert, de technisch directeur van AZ. Dus we komen sowieso wel uit een familie waar, die is ook profvoetballer geweest. Waarin dat altijd, er is altijd voetbal op tv of we hebben het erover. Ja. En Ad was zelf ook een goede voetballer. Maar die kon ook goed tennissen en die heeft toen op een gegeven moment de keus voor tennis gemaakt. Ja. Dien kan overigens ook. Misschien
Was Dien wel een betere tennisser geweest dan voetballer? Serieus, denk je dat? Ja. Ja. Maar je ziet vaak, hè, als ze goed kunnen voetballen, dat ze ook goed de andere balsporten kunnen. Ja, maar Ad heeft echt op een heel hoog niveau getennist. Ja. En Ad zei altijd, ik weet niet of ik dat leven voor mijn kind wil. Het is wel eenzaam. Ben je altijd alleen. Ja. En altijd alleen in hotels en alleen naar toernooien. En een teamsport vond Ad, zei Ad altijd, dat is gewoon... Hè, je hebt dan ook je vrienden om je heen. En Ad heeft zich wel ook eenzaam gevoeld met tennis. Oké, ja. En toen kwam eigenlijk het voetbal. Op zich denk ik best wel mooi advies. Hè? Als jij een teamplayer bent, dan is dat hartstikke leuk om in een team te zitten. Zeker. Ik kan me dat wel iets bij voorstellen. Ja. Maar hoe was dat voor jou toen hij naar Heerenveen ging en die woensdagmiddagen? Moest jij daar zelf naartoe rijden? Ja, of, ik ging altijd mee. En dan wachten tot de train. Was altijd wel een lange. Het was niet een uurtje. Nee. Dat was dan echt wel langer. En ja, dat zat gewoon in je ritme. Ja. Dat ging gewoon vanzelf. Ja, ja. Elke woensdagmiddag daar naartoe. Moet je wel altijd weer oppas regelen voor de anderen natuurlijk. Ja. Maar ja, die vonden dat ook... dat ging gewoon zo. Want ja, dat was Dienst. En die vond dat prachtig natuurlijk. En... En dat was zijn passie, dus ja, dan doe je dat en dan ga je mee. En, en die andere kinderen, Maxime en Coco, wat vonden die daarvan? Dat Dien lekker aan het trainen was? Ze doen elkaar, kijk, het zijn drie heel totaal verschillende kinderen. Misschien moet ik even vertellen dat de jongste van mij, Coco, die is lichamelijk gehandicapt. Coco heeft een spierziekte, SMA. Waardoor er ook heel veel aandacht en zorg naar haar ging. Dus ik moet met haar veel naar het ziekenhuis. Er zijn vaak onderzoeken. Ja, er gaat heel veel aandacht uit naar Coco, omdat je haar overal bij moet helpen. Daar mopperen de anderen ook niet over. Hè, dat eigenlijk heeft Maxime nog het meest misschien. Die heeft zich altijd wel heel erg moeten schikken, vind ik, in de rol van haar broertje en haar zusje. Ja. Maar Maxime is super trots op allebei en weet... Kijk, Coco die gedijt goed bij heel veel zorg. En dat vindt zij belangrijk. Ja, precies. En ja. Dien gedijt heel goed bij als het hem goed gaat met voetbal. En dat is voor haar belangrijk en dan is het prima. Ja, en Maxime is psycholoog, toch? Of ja, die is, ben ik heel trots op. Die is afgelopen zomer afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden. En die is nu psycholoog, ja. Ja. Vind ik heeft, heel knap. Heeft wat er in het verleden, in haar kinderleven gebeurd is. Het overlijden van haar vader, het hebben van een gehandicapt zusje, een broertje. Wat profvoetbal, zou dat invloed hebben gehad op de keuze van haar, denk je, om psycholoog te worden? Ja, misschien wel. Sowieso hebben wij, dat had Ad en ik heb dat ook, interesse in hoe het in je hoofd is. Ja. Dus misschien is dat ook een beetje van wat onze interesses waren en waar we het ook over hadden en zo, dat haar getriggerd heeft. Ik moet wel zeggen dat nu zegt ze, ik heb een hele goede keuze gemaakt. Maar toen ze de keuze moest maken, vond ze dat ook wel... Je moet een keuze maken op een leeftijd dat je het eigenlijk nog helemaal niet heel goed weet. Nee. Dus misschien is dat wel een beetje ook inderdaad van huis uit. Dat we dat altijd heel interessant vinden, hoe dat werkt. En nu zegt ze, ik heb precies gekozen wat goed voor me, wat bij mij past. Ja, dat is heel fijn voor En mij. Ik denk ook met wat er in ons gezin is gebeurd allemaal, dat ze ook... echt een hele goede psycholoog kan worden. Hè? Want ze is het nog maar net. Je moet nog een heel traject in de praktijk. Ja. Maar zij weet, ik denk wel dat zij door wat er thuis allemaal is gebeurd... wel een goede adviseur zou kunnen zijn. Ja, zij heeft natuurlijk ontzettend veel ervaring. Dus een supergoede ervaringsdeskundige. Ja, ja. En moet dan... je wel altijd oppassen dat je niet je eigen dingen projecteert op een ander. Maar ik denk wel dat... voor haar ontwikkeling. Het is super verdrietig, maar het heeft ze ook wel veel kracht gegeven, denk ik. Ja, ja. Zie je dat ook bij Dien, dat het hem veel kracht heeft gegeven? Ja, als je wel... Er kan niet heel veel ergens gebeuren, hè? Dus ik denk wel dat ze alles een beetje spiegelen aan... is dat heel erg? Ja, ja. Weet je, als je dan, dat denk ik wel, dat als ze naar een zusje kijken, en dan kan je je druk maken om iets, en dat je dan naar haar kijkt en denkt, ach ja. Ja, begrijp ik.
denk wel dat dat bij ons wel speelt. Ja. Hé, maar jij bent met Dien woensdagmiddagen naar Heerenveen gegaan. Dat heeft 2 jaar geduurd. En dan, wat is er daarna gebeurd? Nou, in die periode overleed Ad. Dus zeg maar, ja, Dien was 9. Toen Dien nog bij Heerenveen zat. Ja, en toen in die tijd kwamen er ook andere clubs die ons belden van, zou Dien bij ons willen voetballen? Maar goed, ja, ik was met heel andere dingen bezig. En dat heb ik wel heel erg gemist in die tijd. Want kijk, Ad hield zich daarmee bezig. En die heeft het met zijn broer erover. En had het met zijn broer erover. En ik heb de ballenverstand van voetbal. Ik weet het echt niet. En toen kwam onder andere Twente. En die werden in dat jaar landskampioen. Ah. En toen zei Dien, nou die club wil ik. En ik dacht, oh jeetje, Twente, dat is verrijden. Maar goed, dat jongetje was daar zo, vond dat zo mooi om te doen. Ik weet nog dat we 1 keer met Ad zijn geweest, samen. Dat was vlak voordat Ad ziek werd. Toen kwam Twente ook. En dat Dien mocht 1 keer meedoen aan een oefenwedstrijdje daar. En toen had je dat enorme lengteverschil van kind. Die kinderen waren net zo oud. Ja, er liep gewoon een kaboutertje in dat veld tussen al die jongens. En toen zei Ad in de auto naar huis, dat gaan we niet doen. Want hij moet gewoon, Ad vond gewoon, hij moet gewoon genieten en het moet leuk zijn. En hij zei, ik denk dat dit hem in de weg gaat zitten. Okay. Dus toen hebben we het eerst niet gedaan. En toen, dat weet je zelf, dan blijven ze vragen en bellen en interesse tonen. En toen werd Twente landskampioen. En toen zei Dien, ja, ik red het ook wel, ook al ben ik nog wat kleiner. Maakt me niet uit, ik wil dat gewoon zo graag. Maar wat vond Dien daarvan dat jullie hem eerst niet naar Twente lieten gaan? Nou, ik denk dat hij toen nog zoiets had van, oké, als jullie dat, Oké, hij was daar. Nee, als hij maar kon voetballen. Maar toen ze landskampioen werden, toen veranderde dat. Toen dacht hij, daar moet ik zijn. dat weet ik nog heel goed. Ja. En toen overleed Ad en toen kon ik het natuurlijk niet meer overleggen. Maar toen, ik als moeder wilde wel graag een heel blij kind na alle ellende. Ja. Dus het was echt zijn keus. En toen dacht ik, nou, als jij dat heel graag wil, dan ga ik me daarvoor inzetten. Dan gaan we dat doen. Ja, en dat hebben we 8 jaar lang gedaan. En hoe verliep dat voor jou? Hoe heb je dat geregeld toen? Nou, ik moet. Want hij zat toen toch nog niet op de middelbare school? Nee, zat hij nog in groep 8. De keus voor een nieuwe school. Er werd dan gemaakt dat we dat in toen had je nog de tussenoplossing. Je had toen de voetbalschool. De voetbalacademie Twente. De Eagles. Ja. En dan kon je dus ook kiezen voor de minder grote stap qua afstand. Naar Go Ahead Eagles. Ja, dan ging je trainen in Twello. Ja. En toen heb ik tegen Dien gezegd, zullen we dat dan doen? Dan is het nog niet zo ver weg, maar dan zit je wel in die opleiding. Ja. Dat had nog wel wat voet in de aarde hoor. Want Dien had zoiets van, ja, maar dat is niet echt. Ik zie je wel, dat is net zo echt. Het is alleen dichterbij, dat is beter voor jou. Dat heeft hij, ik denk, 2 jaar gedaan. Oké. Ja. En toen dan naar Twello, dat is dus minder ver. En dan ging het busje op en neer. Hè? En dan kon hij nog gewoon thuis wonen. Ik wilde hem wel graag bij me hebben. Gezien wat er ook gebeurd was. Dat begrijp ik, ja. En toen heeft hij in Twello hier op het voortgezet onderwijs gezeten. En dat heeft hij 2 jaar gedaan. En dan werd er inderdaad wel een schifting gemaakt. Je hebt natuurlijk elk jaar spannend, mag je blijven niet. En op een gegeven moment gingen er wel een aantal kinderen over naar. Naar Enschede. Enschede naar Hengelo. Ja. En daar zat Dien bij. En dat kon natuurlijk niet blijven zeggen, blijf maar daar. Nee. Dus het is echt allemaal van Dien zelf uitgaan. Weet je, hij was ook degene die het moest doen, hè? Ja. Dus ik vond ook, ga ook je droom achterna. Dan moet je dan ook niet in de weg zitten. Nee. En ging jij naar de wedstrijden kijken? Altijd. Elke wedstrijd? Voelde ik me ook heel erg toe genoodzaakt, omdat papa er niet was. Dan moet gewoon een ouder komen kijken, altijd. Ja, ja. En kon je dat altijd regelen ook met de andere kinderen? Ja, als consequenties dat oma er altijd was op zaterdag bij ons thuis, nog steeds.
Ja, fantastisch. Hè? En, ja, dat, heel blij mee. Zonder mijn moeder had het ook niet gekund. Nee. En dus dan ging ik elke zaterdag met Dien mee. En door de week ging Dien, werd opgehaald met een busje van Twente. En dan 's ochtends vroeg om 6 uur stond dat busje al voor de deur. Dus we stonden om 5:30 op. 5:30 opstaan. Ja, 5:15 te wekken, 5:30 opstaan. Dan hadden we een half uurtje. Ja, dus voor alle toekomstige ouders. Nou, knoop dit even goed in je oren. Kijk, we hebben dat gedaan. Ja. En maar als ik er nu op terugkijk, denk ik wel eens, hoe dan? Ik weet dat ik 's nachts wel eens zijn kleren, zijn trainingskleren ophing op de wasrek. Want dat moest de volgende dag in. Ja, dan, want Dien kwam ook 's avonds om 8:00 pas thuis. Ja, dat kan ik me ook nog heel goed herinneren, hoor. Dat ik 's avonds laat nog dan maar een korte was. Ja. Maar snel wassen, want de volgende moet dag droog, moet en dan weer mee. En dan weer in dat tasje en dan ging hij weer. Als ik er nu op terugkijk, denk ik, oh, wat een gekke werk. Echt gekke werk. Ja. Vooral ook door de afstand. Ja. Maar ze mogen in een gastgezin, dat wilde Dien nooit. Ik liever ook niet. Maar goed, ik dacht, als hij het op een gegeven moment niet meer volhoudt, dan moet je wel. Ja. Maar hij zei altijd, nee, ik kom gewoon naar huis. Ja, hij vond het heerlijk om thuis te zijn. Ja, het laatste jaar niet meer. Toen werd het natuurlijk ook steeds intensiever. En toen kwam Jong Twente in zicht. En dan, er wordt wel steeds meer van je gevraagd. Ja. Dus toen heeft hij hele lange tijd bij Jesse Bos een teamgenoot. Heel lief daar opgevangen bij de ouders van Jesse. Die zijn supergoed voor Dien geweest. En toen heeft hij een poos daar gewoond. Oké. Ja, dus dat is ook een oplossing. Maar dat moet je wel kunnen. En dan moet je wel aan dat toe zijn. Dat moet je wel kunnen. Doen. En het fijne daarvan was dat Dien bij Jesse was. Hè, en dan zit je samen in dat. Maar er zijn natuurlijk ook kinderen die zitten in de gastgezin. Die zijn daar alleen. Ja, ja. En, dat is een keuze, dat is voor ieder voor zich. En sommige kinderen hebben ook geen keuze. Ik ken ook, er waren ook kinderen uit Zeeland. Ja, dan kan je niet, dan kan je echt niet heen en weer. Nee, dan precies. Moet je in een gastgezin. Ja. Ja. Hey, en hoe is de combinatie van school en voetbal gegaan voor Dien? Nou, dat was geen hoogtepunt, maar moet ik eerlijk zeggen, denk dat dat meer aan Dien heeft gelegen dan aan de inzet van school. Dien is niet een jongen die heel graag naar school ging. Ja, voor het plezier en de klasgenoten, maar qua leren. Dien was alleen maar voetbal. Ja. Maar hoe was dat voor jou? Heb je daar moeite mee gehad? Heb je daar veel? Ja. Ja, want ik bij mij ging school altijd voor het voetballen. Dus ik heb tegen Dien altijd gezegd, de kans dat het gaat lukken blijft uiterst klein. Je moet en je zal een diploma halen. Dus daar hebben wij heel veel over geheggeld en gesteggeld samen. Maar ik heb Dien altijd achter zijn huiswerk aan moeten zitten. Altijd moeten stimuleren, denk aan je diploma. Dus ik vond wel, de eerste paar jaren in Twello ging nog heel gemoedelijk en dat ging prima. En Dien is uiteindelijk in Enschede naar het Johan Cruijff College geweest en gegaan. En daar werd altijd ontzettend, vind ik, heel veel rekening gehouden met sporters. Neem niet weg dat je thuis natuurlijk echt nog wel aan de bak moet. Ja, en gaat niet vanzelf. Nee. En dat vond Dien verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Maar dat was wel lastig. Ja, maar wat maakte het dan zo moeilijk voor hem, weet je dat? Heeft dat te maken met dat? Nou, ik denk als hij geen voetbal had gehad, had hij school ook gewoon niet leuk gevonden. Nee, precies. Dus dat is gewoon het type. Kijk, als je dan kijkt naar Dien's zus, dat is tegenovergesteld. Ja, precies. Ja. Die mag ontzettend graag lezen en leren. Dat heeft hij gewoon niet. Ja, de spelregels van voetbal en dat soort dingen, dat wil allemaal wel. Ja. En de praktijkvakken, dat was ook allemaal uitmuntend. Ja. Het ging om de theorie. Ja, vindt hij gewoon verschrikkelijk. Ja. Hij heeft zelfs wel zijn TC3 gehaald op school. Dat ging dan wel goed. Dat heeft zijn interesse. Voetbal, hè? Voetbal. Ja, ja. Maar dat is wel, daar heb ik me best wel zorgen om gemaakt. Want je leven wordt best wel beperkt, hè? Als je echt alleen maar voetbal leuk vindt, dan is het. Ik had het wel heel leuk gevonden als Dien ook andere dingen had. Wat hij
Maar dat zit gewoon niet in het jongetje. Duidelijk DNA van zijn vader. Die heeft dat ook. Echt alleen maar dat sport. Ja, dat zit er gewoon in. Ja. Op een gegeven moment is Dean weggegaan bij FC Twente. En is hij naar Zwolle gegaan. Kun je daar eens iets over vertellen? Hoe was dat voor jullie? Ja, dat was ook toch wel een stukje school. Want op een gegeven moment werd Dean zomaar uit de klas gehaald. En werd ik gebeld door de mentor. Waar is Dean? Ik zei, nou, ik hoop bij u. Maar daar was hij niet. Maar dan hadden ze een oefenwedstrijd met Jong. En dan kwamen ze spelers tekort. En dan gingen ze Dean bellen. En Dean die had toen net zijn rijbewijs. En die had een autootje. En die zei, ja hoor, kom maar aan. Dat vind ik wel leuk. En ik had heel erg die focus op school. En het laatste jaar bij Twente was het een beetje... organisatie was een beetje zoek. Is altijd hartstikke goed geweest, maar het laatste jaar kukkelde dat een beetje in. En ik wilde gewoon dat Dien echt een diploma haalde. Dat vond ik veel belangrijker. Want stel dat het zou lukken. Kijk, Dien was toen al, zat al wel bij Jong Twente. En dan weet je van, nou, ik ben nu al heel dichtbij. Maar dan nog, hè, één schop of één verkeerde iets en het is einde oefening. Ja, en dan precies. Moet je nog heel lang verder met andere dingen. Dus ik vond dat heel belangrijk. En Peck vroeg altijd, eigenlijk elk jaar, en dat snap ik ook wel, want het is natuurlijk een jongetje uit de regio. En hun zeiden altijd, Dien hoort gewoon met Peck, want hij komt hier ook uit de buurt. En die bleven dat vragen. En toen heb ik een keer met iemand van de jeugdopleiding daar gesproken. Ja, dat was gewoon heel... Vond ik een heel fijn idee. Hun focus lag. Ik zei, ik wil gewoon zo graag dat Dien zijn diploma haalt. En ik zie het daar gewoon nu niet meer gebeuren. En hun zeiden, dan gaan we daar onze focus op leggen. Dus bij PEC was de focus op school meer dan op de voetbal? Nou, in het geval van Dien toen wel. Ja, precies. Ja, van Dien toen wel. Ja. Ja, maar dat had wel consequenties hoor. Want Twente wilde Dien niet laten gaan. Dus dan mag je wel naar een andere BVO, maar mag je een jaar lang geen wedstrijden spelen. Dus hij trainde wel mee, maar je mag alleen de oefenwedstrijden doen. En hoe was dat? Nou, dat vond Dien heel moeilijk. Ja. Dat was niet echt een leuk jaar. Maar goed, ja, dat is een keus. Er waren er meerdere die dat hebben gedaan toen. Ja. En achteraf, ja, als je nu kijkt... Ja, prima geweest, hè? Is het eigenlijk is het helemaal niet erg. En ik snap op dat moment, denk je, ja, daar baal ik wel van. En tuurlijk heeft Dien toen gebaald. Tuurlijk. Maar het is ook goed om even rustig aan te doen en te kijken. Nou, dus er is niks mis mee. Nee, maar hoe voelde dat voor jou... Als moeder? Nou, ik was heel blij dat de focus weer even op school lag. Ja. Ja, en dan heeft ook dat diploma gehaald. Dat was voor mij echt een mijlpaal. Was ik zo blij mee. Begrijp ik. Ja. En ik vond het ook fijn dat hij weer thuis was. Maar dat is allemaal als moeder gezien, hè. Dus ik denk, voor Dien was het wel een lastig jaar geweest. Ik vond het fijn. Ja, en fijn dat hij lekker weer bij jou was. Ja. En, misschien was het ook wel het juiste moment met alles wat er was gebeurd. Even rust of zo, ik weet het niet. Ja. Achteraf gezien is het gewoon hartstikke goed geweest. En ik denk ook dat het Dien wel heel veel vertrouwen heeft gegeven toen. Dan spreek ik voor hem, maar dat is wat ik toen, dat je ook weet, het komt ook wel. Nou ja, goed, als moeder kan je dat misschien ook zien, dat zo is, hè? Ja, ik denk wel dat zo'n jaar, het is helemaal niet erg geweest. Nee. En je noemde net al even, zijn oom is technisch directeur bij AZ. Daarnaartoe, zou dat een optie zijn geweest toen? Nou, weet je, dat is altijd lastig, omdat je dan het neefje van bent. En Dien zei altijd, ik wil daar alleen voetballen als ik op het bureau van mijn oom kom met een scoutingrapport van, hey, we hebben... Maar niet omdat Max dat zou initiëren. Dat moet echt uitkomen, omdat je goed genoeg bent. Ja, want mensen denken vaak van, is makkelijk, hè? Die familie daar of daar. Maar dat moet je ook helemaal niet willen. Je moet echt, dat zou hartstikke mooi zijn als dat had gebeurd. Mm-hmm. Maar dat moet gebeuren omdat je de kwaliteiten bezit. En niet omdat je het neefje van bent. Nee, daar zijn we heel. Maar dat heeft Dien zelf ook. Die hebt er dan ook niks aan. Nee. Je moet het van beide kanten. Ja, moet je voor werken en verdienen. En ook kunnen. Ja. Maar hij zit dus hartstikke op zijn plek bij Zwolle. Ja. Ja.
Jij zei, dat gaat die natuurlijk nooit doen. Hé, hey, maar daar ben ik. Je weet dat ik niet zo heel erg veel hou van dit soort dingetjes. Maar nee, ik vind het heel erg belangrijk om je ook via deze weg te laten weten dat ik echt heel erg dankbaar ben voor wat je allemaal voor mij hebt gedaan. Zonder jou had ik echt niet gestaan waar ik nu stond. Dus daar wil ik je echt heel erg voor bedanken. 'S ochtends vroeg, toen ik nog bij Twente speelde, om 5:45, volgens mij was het, stond het busje voor de deur. En dan waren we al beneden en dan stond je eten voor me te maken. En op de zaterdagochtend, als ik een wedstrijd had, wou ik altijd heel vroeg weg. Ik wou op tijd zijn. We hebben nog wel eens discussietjes over gehad. Maar nee, zonder gekheid, heel erg bedankt. En ook met school heb je me toch heel erg goed geholpen. Heel erg achter mijn reet aangezeten, maar uiteindelijk heel goed. En nee, wil ik je heel erg voor bedanken. En we gaan er nog wat moois van maken. Over jou. Toch, hè? Ja. Dat had ik niet verwacht, want ik weet dat Dien dus verschrikkelijk vindt. Erg lief. Ja. Ja, nou ja, weet je, hij zei direct, ja, tuurlijk. Ja, had ik echt niet verwacht. Heel erg lief, ja. Ja, en dat raakt je ook heel erg zo te zien. Ja, ja, tuurlijk. Als je kind, ik vind het ook niet meer dan normaal, hoor. Ja. Maar dat ik dat heb gedaan, ik bedoel, er hoeft geen dankjewel voor, want dat doe je als moeder. Maar hij spreekt het nu wel aan. Ja, dat vind ik erg lief. Ja. Heel erg lief. En ook hoe blij die is dat jij toch gepusht hebt om hem zijn schooldiploma te laten. Ja, maar dat wist dat. Maar dat uiteindelijk, als je zelf ouder wordt, dan weet je, hè? Dat is dan de ervaring die je hebt. Dan denk je van, ik weet dat mijn kinderen ooit heel blij zijn dat ik ze daar toch een beetje naar gestuurd heb. Maar dat komt omdat ik gewoon weet hoe kwetsbaar het is om voetballer te zijn. Ja, ja. En dan heb je toch echt meerdere wegen nodig die je kunnen leiden naar een andere toekomst. Ja, ja. Mooi. Hey, en ga je nu naar de wedstrijden toe? Want nu zit hij natuurlijk in het eerste van Pek Zwolle. Ja, ik heb een seizoenkaart. Maar ik vind het heel erg spannend altijd. Heel erg. Te. Ja? Ja, dat ontneemt me bijna plezier. Ja, ik kan je de hand geven. Ja? Ja. En ik dacht, ze zijn nu gedegradeerd, hè, naar de keukenkampioendivisie. Ik dacht, nou, dan is dat over, want dan is het allemaal niet zo spannend meer. Maakt niks uit. Nee, hè? Nee. Nee. Dus zelfs, dus ook als je kind bij de amateurs voetbalt, je wil altijd het beste voor je kind en je weet dat hij je blij mee naar huis gaat als ze winnen. En wat wel extra lastig maakt, denk ik, is nu, ik zit wel eens in dat stadion en dan kijk ik zo, dan is het nog maar Pek Zwolle. Hè? Moet je nagaan wat de moeder van Frenkie de Jong meemaakt, bijvoorbeeld. Dan zit ik wel zo te kijken en denk ik, al deze mensen, al die hoofdjes die ik nu zie, die hebben allemaal een mening over mijn kind. Dat vind ik, als ik daar te veel over nadenk, dat vind ik heel lastig. Want dat is leuk als het positief is, maar dat is natuurlijk ook heel vaak niet zo. Nee. En dat vind ik heel moeilijk eraan. Ja. Dus buiten het winnen om, kijk, het zal mij. Ik weet dat mijn kind gelukkig wordt van een overwinning. Dus daarom wil ik dat. Maar dat is wat ik er moeilijk aan vind. Heel moeilijk. En dat is natuurlijk in deze tijd. Want iedereen heeft een mening. Nou ja, precies. Daar kom ik ook gelijk op dat stukje media. Ja. Want ja, weet je, dat is natuurlijk hetgeen wat inderdaad in deze tijd een hele grote rol speelt. Ja. En waardoor mensen een mening ook vormen. Ja. Zonder dat die echt onderbouwd hoeft te zijn, natuurlijk. Ik moet zeggen dat het nu wat beter gaat. Omdat ik het niet meer. Dien zegt altijd tegen mij, je moet dat helemaal niet lezen. Dien leest het zelf ook niet. Ben ik heel blij mee. Dien heeft er helemaal geen last van. Dus dat is het allerbelangrijkste. Vind ik dat hij daar heel sterk mee omgaat. Bij mij op de oven in de keuken hebben ze een magneetje geplakt waarop staat, what other people think of you is none of your business. Dus elke ochtend dan zie ik dat en denk ik, oh ja, het doet er ook niet toe eigenlijk. Hè? Maar iedereen ventileert dat tegenwoordig ook heel makkelijk. Ja. En het gaat om je kind. En kom niet aan mijn kinderen. Nee. Dat vind ik gewoon, dat vind ik er lastig aan. En dat is ook als je op de tribune zit, om je heen, als er een verkeerde actie is of je verliest een bal, dan hoor je dat.
En dan kan ik, ja, dan denk ik, hou je mond. ja, als ik jou de hele dag op je werk zou controleren, dan zou ik ook zeggen dat hij kan je beter anders doen. Maar dit is natuurlijk iets wat zo publiekelijk is en daardoor iedereen. En er hoort ze bij. Ja. Heb je ooit wel eens iets gezegd of teruggezegd? Nee. Nee, dat doe ik niet. dat doe ik niet. Want dan ja, dan voed je het alleen maar. Dan voed je het alleen maar. Dat moet je ook helemaal niet doen. Maar soms dan voelt het wel zo. Ja. Ja, want het is gewoon je kind. En dat vergeten we. Het is ook heel vaak als we een wedstrijd kijken op tv thuis. En dan gebeurt iets en dan zeg je, jeetje, wat een dom actie. Pas op, is iemands kind, hè? Ja. Ja, dan denk ik, er zit altijd een moeder aan vast, ja, toch? Ja, helemaal. Dat vind ik heel lastig aan. Dat valt me veel zwaarder dan ik van tevoren had gedacht. Soms denk ik wel eens, ach jongen, was maar gewoon tennisleraar geworden of zo. Ja, begrijp ik heel goed. Ik snap dat. Ik heb precies hetzelfde gevoel. Ja, er zijn heel veel mensen, dan zie ik dat ook, zoals in je omgeving. Ja, en ik kan goed voetballen en ik hoop, dan denk ik, nou, wees maar voorzichtig met wat je wenst. Want het is echt niet allemaal leuk. Het is mooi omdat het de droom van je kind is en die kan dat navolgen. Dat is prachtig. Ja. Er zitten ook heel veel niet leuke dingen aan, vind ik. Ja, wat zijn er dan nog meer niet leuke dingen? Nou ja, het is ook wel een beetje ieder voor zich. En dan mis ik soms dan denk ik elkaar supporten en aanmoedigen. En dat zullen ze vast doen hoor, als team. Ik ben daar natuurlijk niet bij. Maar het is ook wel ieder voor zich, ja. Ja, ja, want hè, je vecht voor je eigen plekje natuurlijk. Dat is het. Het is heel hard. Dat is wat ik er niet leuk aan vind. Ja. Dat het heel hard is. Ja. 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 Maar ja, daar kiezen ze voor. Want dat is gewoon een keuze die je maakt. Ja, hoort erbij. Dat weet je natuurlijk niet als jouw kind als 7-jarige een woensdagmiddagje bij Heerenveen gaat spelen. Nee, maar ook daar merk je al wel hoor. Dat het altijd die gesprekjes en dat is voor die kinderen altijd. Ik vond het zelf nooit zo spannend. Ik heb nooit de zorgen gehad van, oh, zit die er wel bij of zo. Want dat kwam ook omdat ik dacht, ja, als het niet zo is, is het ook. Weet je, het heeft ook niet zoveel nut om je kind heel erg te pushen of heel erg. Als je goed genoeg bent, dan lukt het. Het wel. Ja. En als het niet lukt, dan ben je niet goed genoeg daarvoor. En dat is ook prima. Ja. Het heeft totaal geen nut om het enorm op te blazen of er een groot ding van te maken. Ja, ja, want wat betekent het dan, hè? Dat je niet goed genoeg bent? Dat betekent alleen maar dat jij als die voetballer. Maar voor dat niveau. Precies. Maar dan ben je goed genoeg voor een ander niveau en dat is ook goed. Precies, en dan ben je misschien wel heel erg goed ook in iets anders. Precies. Je bent als mens wel goed genoeg. Het is ook met dat bijvoorbeeld Maxine, mijn oudste dochter, die is nu afgestudeerd psycholoog, maar zij is op TL begonnen. Ja, kijk. Ja. Snap je? Toen had ze advies HAVO en toen zei ik, toen was haar vader dan net overleden, zei ik, nou weet je, moet je dat wel doen? Probeer het eerst maar zo. Ik heb dat nooit zo gehad dat ik dat verlangde of heel erg wenste of zo. Maar dat is misschien mijn aard. En nu ze is er ook gekomen, maar dat noemde zo'n stapelaar. Toen naar de HAVO, toen naar het HBO. En dan denk ik, als ik nu terugkijk naar haar stappen, daar ben ik zo enorm trots op, dat je dat zo heel rustig aan op je gemakje, elke keer weer een stapje beter en die discipline hebt gehad. Ja, discipline. En hoeveel leer je dan wel? Heel niet? Veel meer dan de andere weg. Dus bekijk het rustig en kijk waar het je naartoe brengt. Ja, ja. Ik had een paar themaatjes wat ik met de moeders bespreek. Voeding, hoe is dat bij jullie in huis gegaan? Heb je daar extra aandacht voor gehad in het hele proces? Wij zijn altijd druk met voeding. Ja? Ja, nou ja, omdat ik het gewoon belangrijk vind. Dat geldt ook voor de anderen. Dus ik verdiep me er zelf heel erg in wat ik wel moet eten en niet moet eten. Dus dat is altijd wel een dingetje geweest. Ik denk wel dat de voeding nog anders was gelopen als hun vader nog had geleefd, want die was strenger. Oké. Okay. Dus dat heb ik wel eens, zeggen ze nu ook tegen mij. Als papa er was geweest, dan. Ik, als moeder alleen, dan dacht ik toch al gewoon, nou ja, doe dan maar.
En dat was, als Ad had geleefd, niet gebeurd. Die was daar strenger in geweest. Maar we zijn er wel altijd mee bezig. Maar wij hebben een beetje de andere kant van de medaille, is dat we wat zwaarder zouden moeten zijn dan. Dus Dien heeft niet zozeer van, oh jee, ik moet opletten op mijn gewicht. Die moet juist aankomen. Ja. En dat is eigenlijk net zo lastig, hè? Ja, zeker. Dat wordt vaak een beetje vergeten. Ja, dat wordt vergeten, maar dat is inderdaad. Maar dat is net zo lastig. Dat je altijd. En ik denk ook voor het, wat Dien traint en wat hij verbruikt. Daar moet je wel zoveel tegen aan eten. Dat hebben al die jongens natuurlijk. En bij de een lukt dat wat beter dan de ander. Ja. Dus voeding, ja, dat, maar dat is altijd in ons gezin wel aan de orde geweest. Ja, dus. Dus daar zijn jullie heel erg bewust van dat je daar. Ja, maar dat was denk ik ook wel geweest als er geen voetbal was. Nee, oké, dat zit gewoon erin. Ja. Ja. Social media. Nou, we hebben het al even over de media gehad. Maar social media, is dat iets waar jij je mee bezighoudt? Of waar je. Ik heb geen Facebook, maar ik heb wel Instagram. Mm-hmm. En dat vind ik hartstikke leuk. Maar Instagram hebben is meer voor mij, dat is mijn persoonlijk. Fotoalbum. Ja, herken je dat? Ja, dus dat ik heb dat echt. Ik vind het heerlijk om terug te zoeken van. Oh, en als ik dan nu. Het is voor mij de leuke. Dat is wel zo, maar dat is natuurlijk. Het zijn dan de leuke momenten. En als ik er nu aan terugkijk, ik kan er heerlijk in bladeren. Want ik heb dus best wel veel. Omdat ik het heel fijn vind voor mezelf om terug te kijken. Het zijn gewoon kleine samenvattingjes. Ja, ja. En het is altijd en overal heb ik mijn foto's bij me. Dat vind ik fijn. Het is makkelijk op te zoeken. Maar ik heb dus niet Instagram om de dingen bij te houden qua voetbal, qua mening of wat dan ook. Want daar word ik alleen maar verdrietig van. Dus dat. Tenminste, niet altijd. Het is ook heel vaak heel leuk. Maar het is ook wel eens niet leuk. Nee, snap ik. Ja, dus dan moet ik. En de kinderen, denk ik, zijn daar ook niet zo heel erg mee bezig. Zijn niet hele actieve social media gangers. Dien sowieso niet. Die sluit zich daar een beetje voor af. Ja, heel verstandig. Focus op wel. Zichzelf ja, en op precies. Het voetbal en niet om alles eromheen. Nee. En het mentale stukje, heeft dat een belangrijke rol bij jullie thuis? Hè? Nou, je zei al, je dochter is psychologe, dus neem aan dat jullie mentaal ook kijken naar hoe zit iemand in zijn vel en is daar iets voor nodig om iemand beter in zijn vel te laten zitten? Nou, ik denk wel dat Dien zich daarin wel onderscheidt van de rest van het gezin, want Dien is wel heel hard voor zichzelf en heeft niet zoveel behoefte aan gesprekken en het evalueren en het. Die gaat gewoon. En Dien is ook wel heel hard voor zichzelf, vind ik, heel hard. Dus dat eindeloze gezever noemt Dien dat, denk ik, over hoe het mentaal is. Ik denk dat Dien dat, die is gewoon. Veel meer, snap je, gefocust dan op het voetbal. En denk dat Dien zichzelf goed coacht. Laat ik dat zo zeggen. Ja, ik denk dat Dien zelf, ja. Daar heb jij niet een rol in. Nee. En zijn oudere zus? Ook niet. Nee? Nee. Want daarin is Dien gewoon, Dien heeft heel erg zijn eigen denkwijze. Oké, ja. Ja. En dan moeten we hem dan denk ik ook maar dat zo laten doen. Ja. Maar ik denk dat Dien het liefst ook praat met iemand die. Ik heb geen verstand van voetbal. Dat zegt hij, maar dat is ook echt zo. Ik heb dat echt niet. Dus dan is het ook een beetje moeilijk om je ermee te bemoeien, vind ik. Ja, hij weet zelf wel wat het beste voor hem is. Ja. Dien zou het wel aannemen van een trainer of van teamgenoten dat je het erover hebt. Ik denk in dat stukje wel, maar thuis. Nee, ik kijk natuurlijk of ik vind dat ze blij zijn. En dat vind ik dan belangrijk. Ja, heel mooi. Ja. Ja, dat is fijn. Dus en voor de rest qua mentaliteit, nou, die zit bij Dien wel goed. Die heeft hij wel. Ja. Maar je moet ook gelukkig zijn. Dat vind ik dan belangrijk. Hey, en heb ik nog een andere vraag aan jou. Ik heb jouw documentaire gezien van het mooiste meisje van de klas. Hele mooie documentaire heb je gemaakt. En wat me daarin opviel was dat er eigenlijk helemaal niet gesproken werd over Dien en de voetbal. Is dat bewust gedaan? Heb je daar bewust een keuze voor gemaakt? Of kwam dat zo toevallig? Of, Nee, ja, maar zo hebben we ook niet besproken wat Maxime op school deed. Nee. Dus, ja. Ja,
het was ook niet echt nodig of zo. Nee, en die documentaire was ook echt gericht op jouw leven en wat er in jouw leven gebeurd is. Ja. Ja. Ja, mooi dat je dat zegt, dat er ook niet over Maxime gesproken is, want dat is inderdaad ook waar. Ja. Dus ja, ik niet over nagedacht. Nee, maar in heel veel gezinnen staat natuurlijk dat voetbal heel erg centraal. Mm-hmm. Hè? En zou in zo'n programma dat naar voren komen. Nee, maar dat voetbal heeft bij ons ook altijd wel heel centraal gestaan. En nog wel. Maar de anderen net zo goed. Ja, ja. Ja. Dus, ja. Dat was gewoon zoals het was. Ja. Ja. Mooi. Je moet het ook weer niet groter maken. Ja, ik denk dan, iedereen heeft zijn talent. En toevallig is dat bij Dien voetbal. En daar kijken heel veel mensen naar. Dat heeft heel veel aandacht. Maar het heeft ook zoveel aandacht als dat je er zelf aan geeft. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Dat is helemaal waar. Ja. Ik, als die maar gelukkig is. Ja, mooi, mooi. Hey, als jij een tip zou mogen geven aan jonge ouders die aan het begin van zo'n traject bij een BVO staan, wat zou jouw tip dan zijn? Nou, plezier en vertrouwen, denk ik. Dus geef je kind vertrouwen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat iedereen heel goed gedijt bij vertrouwen. En dat iemand het... Maar je moet het ook weer niet overschatten. Niet groter maken dan het is. En plezier. Dus je kan het... Iedereen zegt altijd tegen mij... je kan het alleen maar volhouden als kind als je het met plezier doet. Als je het niet leuk vindt... Want dat zeggen mensen wel eens van... Ja, moet je dan... Dat je dat hebt gedaan. Maar dat kan alleen als je het heel leuk vindt. Anders ga je echt niet elke dag om 5:30 je bed uit en 's avonds om 8:00 erin. Hè, maar dat mensen dan denken van ja, dat moet. Als het moet, dan hou je het niet zo lang vol. Dus plezier staat voor alles. En als je kind goed genoeg is, dan komt het. En als het kind niet goed genoeg is, dan is dat ook goed. Het heeft geen zin als je als ouder zijn heel veel gaat pushen en heel veel druk erop gaat leggen en in de auto hele discussies weg naar huis. Je hebt dit niet goed gedaan, dat niet goed gedaan. Ja, dat liet ik altijd maar bij de trainer, want ik kijk anders naar voetbal dan een trainer. Dat moet ik ook niet willen. Nee, en jij bent ouder, hè? Ja, je bent ouder, dus dat je kind plezier maakt en geef het vertrouwen. Want ik denk wel dat dat heel belangrijk is. Dat is ook nu, hè, nu ze wel betaald voetballer zijn, is ook vertrouwen van een trainer. Vertrouwen dat je iets kunt. Dat maakt jou beter, denk ik. Mooi, vind ik prachtig. En voor de rest moet je het gewoon op zijn beloop laten. Het heeft totaal geen nut. Je hebt er geen invloed op. Nee, dat is het eigenlijk. Je hebt er geen invloed op. Het loopt zoals het gaat. En je kan niks anders doen dan... supporten op een positieve manier. Ik keek ook altijd de jeugdwedstrijden alleen. Ik ging nooit bij een clubje ouders staan. Ik ging altijd ergens alleen staan kijken. Waarom deed je dat? Ja, maar dat heb ik nog steeds. Ik vind het helemaal niet fijn om te horen wat een ander ervan vindt. Of dan denk ik, ja, jij vindt dit en die vindt weer dat. En wilde ik me altijd gewoon van distancieren. Ik vond het altijd leuk om iedereen te zien. Maar de wedstrijd keek ik altijd het liefst alleen. En heb jij ook nog een tip voor trainers? Vertrouwen. Mooi. Ja, ik denk dat ik vind het zo belangrijk dat je een kind het gevoel geeft, weet je, dat het goed bezig is op welk niveau dan ook. Ook al weet je als trainer van, nou, dat gaat het denk ik niet worden en dat zal je bij de meesten hebben. Mag je ze best. Je bedoel, je hoeft ze niet de hemel in te prijzen, maar gewoon vertrouwen. Ik denk dat dat zo belangrijk is. Vindt iedereen fijn. Ja, klopt. Mooi woord. Vertrouwen. Ja. Ja. Is er nog iets wat je aan bod wilt laten komen, wat we nog niet besproken hebben? Nee. Ja, weet je wat het is? Achteraf weet je altijd alles, hè? Dus... Maar dat is ook precies de reden waarom ik deze gesprekken voer. Hè? Achteraf weet jij inderdaad precies hoe het gegaan is voor jou. Ja. En heb je keuzes gemaakt waarvan je zegt van dat was wel oké, dat had ik misschien anders kunnen doen. Maar als je begint aan zo'n proces,
je hebt geen idee waar je in terechtkomt. Nee. Niemand die je aan de hand meeneemt en zegt van... Goh, je hebt hier een keuze in, je hebt daar een keuze in. Denk eens na, kijk vooral naar je kind. En want het gaat toch eigenlijk altijd vanuit belang van de club? Ja. Ja, dat klopt. En elk kind is anders, elke ouder is anders. En dat is waarom ik eigenlijk zoveel mogelijk mensen aan het woord wil laten. Om te laten zien dat ieder het op zijn eigen manier doet... Mm-hmm. En ja, vooral mensen te stimuleren om vooral naar hun eigen kind te kijken. Ja. Maar dat is, kijk, het is altijd in belang van de club, dat ben ik helemaal met je eens. Maar het is natuurlijk ook als jouw kind het heel erg ambieert om profvoetballer te worden, en dat is zijn droom, is er ook wel, is dat heel tof ook als dat lukt. Zeker. En ja. dan is het ook, hè, want het is niet, dat is gewoon super gaaf. En dat moet je dan ook proberen te stimuleren. Maar als het niet lukt, en die kans is echt vele malen groter, moet dat ook oké zijn. En dat je dan weer samen verder gaat van, nou, dit is het niet, maar dan gaan we daar iets tofs van maken. Ja. Wat daaruit voortvloeit. En ja, wat ik zeg, achteraf weet je alles van tevoren, maar dat is echt zo. En zelfs als ik nu zeg van, ja, misschien had Dien toen niet naar PEC moeten gaan en gewoon bij Twente moeten blijven, dan had ik nu alsnog niet geweten hoe dat was uitgepakt. Je weet het niet. Nee. Laat het maar gewoon gebeuren. Ja, nou, prachtige woorden om mee af te sluiten. Hè? We laten het gewoon gebeuren. Ja, en, dat is het beste. We zien wel wat er van komt. Ja. En dan maken we er wat moois van. Zo is hè? Dat. Ja. Hartstikke bedankt voor dit gesprek, Joyce. Jij ook, dankjewel. En, nou, voor jullie allemaal bedankt voor het kijken en het luisteren. En tot de volgende keer.